Ik denk dat openheid is belangrijk, ook qua seks. Dus ik geef even het goede voorbeeld vanavond. Ik vertel eerst over mijn seksleven. Dan ben jij aan de beurt. En dan jij. En dan gaan we zo. Jos had zijn piemel laten zien in de Blokkenhoek. En ja. Dat was voor mij een hele traumatische ervaring. Want, nou ja, ik was daar niet bij. En, chauffeur, chauffeur! De deur gaat niet open! Dus gek, seks is nog steeds een raar thema. Het is nog steeds iets van een taboe, weet je? Nog steeds iets van de nacht, weet je wel? Overdag zijn we allemaal netjes en beleefd en aangekleed. En dan s'avonds is het allemaal... Ik heb een accu over. Heb je nog een accu nodig? Ja, je broers hebben die nodig. Heb je een accu? Een accu? Jongen, een accu? Soms denk ik even niet aan jou. Soms denk ik aan die bloemen. Die gaan bloeien in de winterkou. En hoe ze die nou ook weer noemen. Laatst had ik seks met een Irakees, of een Iranier, of nou, hoe weet het? Nou goed, we hebben het er niet over gehad waar hij vandaan kwam. En hij begon een gesprek over 80 rotti, met vlees of met kip of vegetariër. En ik hing daar vastgebonden en ja, met zo'n bal in mijn mond, dus ik kon ook niks zeggen. En een hark, heb je nog een hark nodig? Jongen, ik heb nog een hark. Een hark. Ze gaan bloeien in de winterkou. Soms denk ik even niet aan jou. Erger van Sint Maarten, ja.